Wij zijn Move Intermodal. Wij zijn met 175 medewerkers. Hebben een vloot van 2000 intermodale units. Wij zijn TaylorMade Logistics, een logistiek dienstverlener met hoofdkantoor in Gent. In totaal hebben wij een vloot van een 200-tal trailers en een 50-tal eigen trekkers. Het verhaal van TaylorMade Logistics en Move Intermodal is er, zoals dat van elk transportbedrijf trouwens, een dat grotendeels bepaald wordt door kilo's en liters. Alles draait namelijk om de beladingsgraad of de mate waarin vervoerders het nuttige laadgewicht of het beschikbare laadvolume van hun vrachtwagens kunnen benutten. En laat dat nu net een kunst zijn die Mercedes-Benz als geen ander beheerst. Zeker nu het met de Actros Volumer en Actros Loader een oplossing in huis heeft voor beide uitersten. Wij zijn actief in de gecombineerd wegrailsector. Een lager taargewicht van 400-500 kilo voor een trekker is voor ons een essentieel competitief voordeel. We hebben de Actros Loader 3 weken getest en daaruit is gebleken dat het gemiddeld verbruik tussen de 26 en de 28 liter lag. De standaarduitvoering van de Actros Loader bestaat uit een trekker met Classic Space cabine en een 7,7 liter motor met een vermogen van 320 pk. Het is een afgetrainde atleet die werkelijk geen kilootje te veel hoeft mee te zeulen. Kilo's die doorwegen wanneer Move Intermodal aan het einde van de rit de balans opmaakt. Binnen de wetgeving van de 44 ton maximum toegelaten massa is het voor ons dan essentieel dat het tara-gewicht van de trekker onder de 7 ton komt te liggen om zo 28, 29 ton netto laadgewicht voor de klanten mee te kunnen nemen op deze intermodale as. Naast de Actros Loader brengt Mercedes-Benz de Actros Volumer in stelling. Een kilometervreter die het vooral van zijn kubieke meters moet hebben. Dankzij een schotelhoogte van minder dan 90 centimeter houdt de Actros Volumer een vrije laadhoogte over van meer dan 3 meter. Voeg daar een tankvolume van 1000 liter aan toe en je krijgt een truck die helemaal geknipt is voor het internationale volumetransport. TaylorMade Logistics nam onlangs 5 nieuwe exemplaren van de Actros op in zijn vloot en de resultaten laten zich nu al voelen. Het concept van de Mercedes Actros is totaal vernieuwend in vergelijking met de bestaande vrachtwagens. De vrachtwagens worden met Fleetboard online opgevolgd. Wij werken met onderhoudscontracten en de cijfers spreken daar voor zichzelf. Die zijn uitstekend. De motoren moeten maar om de 100.000 kilometer binnen voor onderhoud. Met de huidige vloot is dat om de 50.000 kilometer. Dus de onderhoudskosten zijn ook veel beter. Onderweg lopen de verhalen van TaylorMade Logistics en Move Intermodal dus sterk uit elkaar. Maar wanneer ze de eindafrekening maken, delen beide bedrijven wel dezelfde conclusie. De ster dekt de lading.